als mijn haar glad is, ja, zonder body. En als ik het dan heel even een beetje omhoog of een beetje vast wil doen. Een oppertje, ja. Slaat het helemaal nergens op. Nee, dat klopt. Wat belangrijk is, en zeker bij wat voor lookjes je op dit moment ziet, heb je dus die ondergrond, deze basis nodig. Dus je feunt hem, je gaat er even met de tang doorheen, met de steampot, dat je dat effect krijgt van er zit wat beweging in. Je gebruikt een beetje poeder om het wat ruwer te maken aan je hoofdhuid. Dus als je 6 dagen vrij hebt, dan kun je die stappen allemaal doen. Helemaal niet, dat is niet veel werk, maar dan krijg je dit. Dan heb je structuur en textuur in je haar. Ja, want altijd als jij mijn haar hebt gedaan, dan kan ik en ik was het niet meteen, dan kan ik de dag daarna kan ik er alles mee doen. Ja, want dan is het rauw, dan zit er wat in, dan heeft het versteviging gehad, heeft het een beetje poeder gehad, dus een klein beetje haarlak. Sterker nog, ik gebruik ook heel vaak droog shampoo op schoon haar. Want ook dat geeft weer een beetje die raw finish. Ik doe alleen droog shampoo als het viezig is. Nee, ja, juist niet. Ja, wat nu een hele leuke is, wat mij betreft, is dat je hem op grond van deze basis, en ga ik straks kijken of hij nog iets meer slag nodig heeft, ga ik hem een heel klein beetje toepen aan je hoofdhuid, touperen. En dan gaan we hem alleen een klein beetje oppakken op je kont van je hoofd. En om een goede plek te vinden voor volume op je achterhoofd, geef ik als tip, zet je hoofd, je hand plat op je achterhoofd. Zet je hand plat hier, daar waar die twee elkaar raken. Hoe doe je dit? Dat is hier. Dat is eigenlijk het punt waar je je volume moet maken. Doe je dit dus daarom? Niet daar, dat doe je daarom. En dan ik trek dacht je dat als jij het ware altijd zat in te stralen. Ik dacht echt dat jij altijd een soort healing deed. En daarna moest ik altijd heel erg plassen en andere dingen. Dat werkt enorm op je darmen als jij dat doet. Klein beetje toepen. Klein beetje. Toeperen kun je leren. Oké. Nu heb je dus zeg maar daar waar je hem vast wil gaan zetten een beetje grip. Klein beetje haarlak. Ben je er blij mee? Onwijs. Het is anders dan ik me voor had gesteld. Nu heb je je volume. Zeker, absoluut. Daar kun je niks aan inbrengen. Die grip heb je nodig, want je wil het laten zitten. Oké. Pak ik een kam met grove tanden. Ga je er een beetje overheen. Heel luchtig, zodat je wel die toupage laat zitten. Dan druk je hem een beetje op. En dan gaan we hem vastzetten. En dat doen we heel simpel. Met een schijfje. En that's it. Maar je hebt twee schuifjes. Klein, twee kleine schuifjes zitten erin. Nou, dat is één mogelijkheid. Mogelijkheid nummer twee. Eentje waarvan ik weet dat jij enorm favoriet is, dat is een beetje een soort messy staart. En eigenlijk wat belangrijk is, is dat je eerst zorgt dat dat aangezicht klopt. Het aangezicht doe je dus. Dus dit, de voorkant. Okay. En dan is het een kwestie van, ik ga het bij elkaar pakken, trek er datgene uit wat het juist weer losmaakt. Ja, want als je eerst een staart maakt en dan ga je het eruit trekken, dan verpest je het allemaal. Dan verpest je het heel vaak. Dan pak ik zo'n telefoondraadje. En niet een gewoon elastiekje, want ik vind bij een gewoon elastiekje krijg je hem te strak of zo, die staart. Kijk, en hij is leuk, die staart, omdat er dat messy effect in zit. Ja. En ja, ik weet, je hebt er een hekel aan, maar het is nou eenmaal heel erg hip. Ik doe het alleen maar als voorbeeld. Ik doe het alleen maar als voorbeeld. Ik doe het altijd overal. Kijk, je kan ook een speld in doen. Zij wil dat nooit, maar ik vind het heel leuk. Omdat als je dat dan doet en dan doe je het net achter mijn oor en dan mijn rechteroor en dan flapt hij eruit. Ja, ik vind het dus wel leuk. Ja, voor iedereen die dit leuk vindt, is dit leuk. Ik vind dat heel erg leuk. Maar ja, ik hou ook van een enorme bloem. Hier vind ik ook heel erg mooi. En niet alleen maar als je gaat trouwen. Luister, maak hem eens zelf. Uw tijd gaat nu in. Nou, het is helemaal niet moeilijk. Nou, je hebt gewonnen. Ja, toch? Oh, ik vind het leuk. Alsjeblieft. Dankjewel. Tot volgende week. Tot volgende week, zonder speld. Oh nee, ik heb nog een andere speld. Wacht even. Nee. Ik moet gaan. Sparkle. Jij vindt het echt niet leuk. Waarom vind ik het nou echt serieus? Sparkle. Zo'n gezicht erbij. Knap ben je. Sparkle.